Het is de hoogste tijd. Bedankt voor je gezelschap en tot de volgende keer. Fuck, dude, jij zit er echt gewoon van. Yep. That just happened. Dag, luxe. Yo dames en heren, mijn naam is Don en leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe Sims aflevering hier op Dagelijks HD. Wij hebben de jongens weer even een beetje aan het werk gezet en... Oh god, ga dweilen. Oh god, waarom ruim ik dat op? Nee, dat moet ik helemaal niet doen, dat moet uh, Milan doen. Sorry, had ik bijna het verkeerde poppetje erop gezet. Ik zou Melvin een boek laten schrijven en hier staat... Leugens die mijn leraar schrijven me heeft... Wat? Leugens die mijn leraar schrijven me... What the fuck? Dit, dit is een standaard tekst, hè? Dit is gewoon een standaard tekst. Eh, hey, what the fuck? I no understand rhino Oh, hij hey, vertel stond er nog bij. Ja, yeah, oké. Okay. Maar het is een non-fictieboek, dus ik noem hem wel gewoon... My milkshake brings other boys to the yard. Dit is een non-fictieboek. Ja hoor, is prima. Oh, what the fuck? Ik ga grillen? Oké, okay, oké, okay, wat ga ik doen? Ik ga een hamburgertje grillen. Hamburger. Er staat hamburger. En wat zie ik er hier? Zes hamburgers. Dat zijn er zes. Meer fout. Lul. Oh mijn god, ik heb mezelf gewoon een lul genoemd. Yo, waarom gaat iedereen nou naar de fucking, naar dit ding? Dat kan toch niet? Niet iedereen kan toch naar die toren toe? Frans, wat ga jij nou weer doen? Je gaat naar de sterrenstaren, maar je loopt naar beneden? Je loopt nog een keer naar beneden? Flabbergasted, ik weet niet wat jij wil. Dude! De fucking burgers zijn zwart! Oh my god! Meest waardeloze kok ever! Ja, ga er nog even met je kwast overheen en gooi er nog wat peper op. Dude, die fucking burgers waren zwart. En de kwaliteit is nog goed. Wat? Waarom zou je om godsnaam zwarte burgers willen eten? Oh my god. Nou ja, eet maar op. Je hebt er nu toch al zoveel moeite in gestoken. Ga je gang. Gelukkig staat Milan hier ook gewoon echt een half uur. Gewoon naast een hoopje shit. Oké, okay, Milan, ga jij maar een meubeltje maken? Genaamd een bijzettafeltje. Ja, prima. Dan gaat Frans even uit die toren. Want die toren, die boeit me niet. En jij gaat een supercomputer hacken. Dan hebben we Jos, die moet over zes uurtjes werken. En hij heeft alles al voltooid. Dus ga nog maar even snel een klein dutje doen. En daarna zien we het wel. Joost die moet over elf uur. En laten we die ook maar even snel een klein dutje... Of nee, nee. Jij gaat gewoon even lekker praten. En geheim delen, inzichtpuzzels bespreken. Gewoon praten. En daarna een dutje doen. Want het sociaal, dat moet omhoog. Matty, jij moet over 11 uur werken. En je moet nog trainen, je moet nog eten, je moet nog slapen. Fuck, dude. Kom op, go! Waarom ging je nou weer een computerspelletje spelen? Er liggen hier ook gewoon nog echt fucking veel hamburgers. Oké, okay, Milan, als jij met die bijzettafel klaar bent, berg dan deze shit op. Want blijkbaar was ik een te luie klootzak om dat op te ruimen. Matti, trainer! Maak het af! Maak het af! Maak het af! Oké, okay, het is nu al af. We hebben hier een bijzettafeltje van. Een bijzettafel is als een barkruk. Behalve dan dat je hier houtwerkfoutjes minder zichtbaar. Is. Uh, snap je? Nee! Totaal niet, maar whatever, verkoop het maar. Ik begreep die tekst gewoon compleet niet. Matti, smikkel jij maar even een hamburger naar binnen? Ook al heb je net gesport, dan gaat dit gewoon echt compleet tegen je dieet in. Doe je? Oh shit, Joost. Jij moet al... Nou, ik wilde zeggen al lang al. Maar je kan wel even gewoon, even, gewoon, even, gewoon een dutje doen. Frans die heeft gehackt. Dat is mooi. Jij mag nu aan een computerspelletje gaan beginnen. Om te maken, niet om te spelen. Zodat we uiteindelijk gewoon een scheidlading aan royalties gewoon hebben. Shit, oh. God, Jos die heeft gewoon nog die twee standbeeldjes in zijn broekzak. Hup, nou, die heeft het hier. Melvin heeft een boek geschreven. Mooi, mooi, mooi. Gaat u gelijk maar naar de postbus. En een uitgever verkopen. My milkshake brings all the boys to the yard. Hoor ik nou een blue screen? Ja, 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 ja. Aanwezig. Eh, uh, Milan, kan je even stoppen? Met gewoon een spelletje te spelen en die shit te repareren. Ik weet niet wat. Francis zit elke keer in deze fucking uitkijktoren. Waarom? Wat vind je er zo interessant aan? Dude, ga maar even sporten of zo. doe gewoon iets anders. Ga je nou zitten klagen dat het vuil is hier? Je hebt nog een raar bord. In je. je eet gewoon het bord. Wat, 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 wat? Hij ah, kijkt hoe hij hem vast heeft. Yeah. <laughs> huh? <laughs> hij neemt gewoon een. Een hapje bord met brood. God, dat zag er echt verschrikkelijk uit. Goed spel, jongens. Hartstikke mooi spel. Melvin kan nu script schrijven. Dat is fucking cool. Want dan kan je gewoon uiteindelijk een film en shit maken. Toch? Of nee, dan moet je eerst inspiratie krijgen, toch of niet? Fuck it, maak gewoon een script. Kijk, hier. Je zou de nieuwe Billy Shakespeare. Wat? De Billy, Billy Shakespeare? Oh, ja, want Bill is een afkorting voor William. Ja, nee, oké. Okay, ik snap hem, ik snap hem. Oké, okay, hoe zullen we dat script schrijven? Pirates after Carbide schieten. <laughs> Ik, ik vond hem wel goed. Ik vond hem mooi. Ik vond hem mooi. Jos, die moet over een uur naar zijn werk toe. Nou, op zich, alles uh, ziet er uh, best goed uit. Dus, uh, ja, ja, dat gaat goed. Oh, Melvin is geïnspireerd. Dat gaat goed. Uit zichzelf, hè? Uit zichzelf. Fucking prachtig. Oh god, Jos, jij moet eten en naar de wc. Want zodra jij naar de wc bent geweest en hebt gegeten, komt alles goed. Oké, okay, op naar je werk, Jos. Ga die promotie binnenhalen. Ja, dat moet te doen zijn. Dat moet te doen zijn. Ik laat je gewoon keihard werken. Kom je uiteindelijk met bakken, met stress, kom je thuis. Boeien. Want je hebt die promotie shit binnen. Ik vind dit zo spannend. Jos moet echt pas over vijf uur werken. Maar alsnog, ik zit echt zo van: Oh my god, dat gaat zo direct gebeuren. En dan wil ik gewoon echt alles gemaximaliseerd hebben. Daar ben ik gewoon echt super bang voor. Are you kidding me? Oh god, wat? Ik kreeg geld en ik moet rekeningen betalen. Oh, dat zijn de royalties. Oké. Okay. Royalties ben ik blij om. Rekening betalen ben ik niet zo blij om. Yo, oh! Ik dacht al: Wie de fuck is dit? Maar dat bleek gewoon een fucking schoonmaker te zijn. <laughs> ik schrok me al dood. Yo, wie, wie wilt even die rekeningetjes betalen? Milan, jij zit alleen maar in dat apparaatje. Ga jij even rekeningen betalen, man. Zo te zien ben ik helemaal klaar. Dat is een 49 dollar. Ja, dude, je hebt geen ene fuck gedaan. Come on, man. Best ironisch. We wonen met fucking 7 dudes in een huis. En alsnog is het sociaal licht altijd laag. Wat bedoel je, langs elkaar leven? Oeh, oeh, oh my god, Frans. Oh nee, Frans, jij slaapt. En ik ben aan het koken. Um, um, Melvin, kan jij even de deur open doen? Melvin, kan jij even de deur open doen? Zomervakantie staat voor de deur. Stop even met je gekke verhaal. Come on, dude. Staat hier. Ze heeft aangeklopt. Ik heb het gezien. Doe die fucking deur open. Dank u. Mag je nu even verder gaan met je, met je script? Pirates of the carbide schieten. Oh my god, kijk hem dan in pak. Dat is een veel beter pak dan dat Matty heeft. Dat kan ik je nu al garanderen. Omdat oh Matty moet naar zijn werk. Doe je pakkie aan. Een domme pakkie van jou. Ga je naar je werk? Oh, je hebt nu gewoon een normale outfit. Wat? Maar je bent teammascotte. Die hebben die. Oké, okay, whatever. Weet je, you doe je ding. Oké, okay, waar is die in de zomer van? Oh my god, summer holiday. Je hebt die fucking shit gesloopt. Oh my god. Milan, repareren. Dat ding is even nou weer iets te fucking duur. Om gewoon eventjes gewoon te vervangen, weet je? Waar is die nou net? te duur voor? Melvin heeft een volledig boek geschreven. Ja, ta tada. Uitgever: Pirates of the Caribbean. Mooi. Oeh, missie kiezen. Joost krijgt de kans om de volgende missie van zijn team uit te kiezen. Hij kan ofwel zijn astronauten op een belangrijke, maar riskante missie sturen in een uithoek van de ruimte, of hij kan hen een eenvoudige verkenningstocht dicht bij huis laten maken. Welke missie moet hij kiezen? Oh, dat is een lastige. Ik ben ik zou voor de eenvoudige missie dichtbij doen. Het team van Joost weet een aantal gegevens te verzamelen, maar was deze missie nou echt al dat geld waard? De hoge pieven op het bureau overwegen nu dit om dit soort nutteloze missies te schrappen want ze kosten meer dan dat ze opleveren. Oh. Wat? <laughs> Mascotten tegen de grond. De mascotte van het andere team is iets te ver gegaan bij de standaard ravotte tijdens de wedstrijd vandaag. Mattie weet dat hij zich er niet van moet aantrekken, maar het wordt steeds moeilijker beledigingen van iemand in een pak te slikken. We kunnen de maakie stompen, dat kost ons 50 euro's. Of um, we kunnen het laten gaan. Nou ah, fuck, it, stomp hem op zijn muil. Matti laat zijn trots echter niet krenken door een Maki. Hij maakt er op bruske wijze korte metten mee. En het publiek gaat uit zijn dak. Matti krijgt een boete van de bond, maar hij heeft het team wel een enorme oppepper gegeven. Prestatiegroei klein. Mooi. Gaat hij lekker mee in? Val je niet in slaap? Zit nou weer, wat zit je nou weer nou met te loeren? gekke Melvin. Melvin wilt iemand omhelzen. Oké, okay, als jij straks je dutje en al je shit hebt gedaan. Dan ga jij weer even op pad naar Erika. Doe je weer even je, je dingetjes. En dan zien we het vanzelf alweer. Is dat goed? Je hebt helemaal geen invloed op dit spelletje, want ik bepaal de keuzes. Wow, telefoon. Wie, 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 wie? Ik hoorde een telefoon. Are you kidding me? Oh, Melvin. Hallo? Erika de Wit wil bijkletsen. Hier, zie je? Ze wil het gewoon. Ze, echt, speak of the fucking devil. Huh? Waarom ben je verdrietig? Omdat je een waardeloze missie hebt gehad? Het verknoeien van tijd en geld doet weinig voor je carrière. Kan ik begrijpen. Maar dat is nog niet echt een reden om verdrietig te zijn, bro. Uh, je hebt bijna je programmeren dagtaak af. En daarna mag jij naar je bedje toe, Jos. Maar dan is alles zeer, zeer schön en dan ga je die promotie gegarandeerd halen. Want ik kan het gewoon niet accepteren dat er gewoon geen fucking promo. Genavé. God damn it! Ik hoorde het gewoon. Het is heel zacht. Bluescreen. Als je niet weet wat een bluescreen is, dit. Niet met die gekke tekentjes dan, maar dit kan ook gewoon letterlijk met jouw computer gebeuren. Wat? Huh? Huh? Joost, waarom heb je nou weer pannenkoek in je fucking broekzak zitten, idioot? Echt, ik zweer het je. Dit ding is echt zo'n fucking goede aankoop geweest. Echt, al hebben ze geen plezier. Dan is het gewoon echt letterlijk... Oh, ik sta even twee seconden in dat ding. Vol. Yo, waarom ga ik al naar bed? Oh god, er liggen hier nog spullen die ik moest opruimen. Hoe de... Oh my god. Oh, Melvin. Hé hey man. Oh, jij hebt zo erg je plezier nodig. Frans, ga uit dat ding. Melvin, spring in dat ding. Straks word je nog depressief omdat je nooit wel iets leuks doet, joh. En dan gaat Milan maar even een, 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 een eettafeltje maken. Even kijken wat er in deze aflevering nou weer echt zeg maar het prime wordt. Want echt, in het begin hadden we zo een beetje dat de badkuipen veel opleverden. Toen waren het de eettafeltjes... Nu ga ik weer even gewoon een eettafeltje maken. Kijken of het veel oplevert. Nou, daarna ga ik een badkuip maken. Kijken of dat veel oplevert. En dan gaan we daar een beetje het verschil tussen zien. En altijd eten laat ik hier gewoon staan. Want dan heeft die schoonmaker tenminste nog wat te doen. Een instrument maken. Handvaardigheid. Houtwerkingsbank. Klik op instrument. Kan je. Je kan helemaal geen instrument maken. Zo ge. Wat? Waarom ben je nog niet zo handig? Handigheid is letterlijk 9. Oké, okay, wedden dat als jouw handigheid op 10 is. Dat je het dan wel kan doen. Oké, okay, je hebt in ieder geval een uitstekende eettafel van fucking 1500 gemaakt. Dat is goed. Dat, is, dat zijn zeg maar de verhoudingen die we willen zien. Oh my god, Jos gaat werken. Wat? Ik heb totaal niet op jou. Oh my god. Ik heb totaal niet. Oh god. Ik dacht, hij wordt gewoon wakker. Hij gaat even wat eten. Alles is in orde. Hij werd gewoon wakker om naar werk te gaan. Oh my god. Oké, Joost, hoe sta jij ervoor? Over vijf uur pas. Nou, dan moet Mattie ook over vijf uur. Want die hebben gelijke tijden. Oké, dus. Twee uur. Got it. Oh ja. Melvin ging een boek schrijven. Het was poëzie. Dus we noemen het ook gewoon letterlijk poëzie. Als een echte fucking hipster. Handigheid, vaardigheid nummer tien. Mooi, Milan is dus ultiem handig. Dus dat zou betekenen dat hij nu dus ook een instrumentje kan maken. Right? 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 Jij, de Jij kan helemaal een instrument maken. Wat man, what the fuck? Het badkuipje is in ieder geval goed en het levert 1300 op. Die fucking eettafel levert er nog meer op. Dus het wordt dus tijd dat wij eettafeltjes gaan maken. Maar, aangezien eigenlijk Milan geen instrumentjes kan maken... ...zit ik van, ja maar welk apparaat moet je dan hebben om een fucking instrument te kunnen maken? Ik bedoel, ik zie maar één houtbewerkingsbank en dat is gewoon letterlijk de houtbewerkingsbank. Er is niet meer, weet je. Ik begrijp er echt de malle moe van. Het, uh, ik kom er niet uit. Als dat gewoon letterlijk beeld maken en dit zijn alle beeldjes die we kunnen maken, meubel maken is dit? Ik kan hoe hoe kan dat? Of moet hij dan ook gewoon? Oh, dit klinkt misschien een beetje ongeloofwaardig, maar ga eens op dat gitaartje spelen, want dan voel je een beetje de vorm van een gitaar aan, etc. En dan weet je misschien ook een beetje hoe je hem moet maken. Alleen je hebt nog echt steeds geen idee hoe je die moet maken. Hoe de fuck werkt die? I do not get it. Oh, Melvin, jij bent al... Oh, je bent al lang alweer wakker. Oh, je... Ik had je zelfs een boek laten schrijven. Oh my god, ik ben zo dom, maar om... ik hou me niet aan mijn belofte. Jij zou naar Erika toe gaan. Dus dat gaan we nu gewoon doen. Hallo. Melvin is er weer. Is Erika thuis? Erika? Erika? Oké, okay, deze knakker is er wel. What the fuck is Erika? Nou ja, Melvin, jij redt het wel eventjes. Ik ga eventjes in ieder geval de jongens uh, goed naar hun werk sturen. Voordat straks alles fout gaat. Uh, Melvin, uh, Melvin, whatever. Uh, boekenman. Uh, Joost, waar ben je? Oh god, Joost, je bent aan het zwemmen. Maar je hebt nog niet gegeten. Ik had je toch. Oh my dit is zo. Oh god, ik heb zo'n hekel aan de Sims af en toe, hè. Dan, dan geef je ze gewoon een fucking opdracht van: joh, ga eten. Maar dan ga je eventjes weg. En dan kom je terug. En dan zie je gewoon dat ze niet hebben gegeten. Zit je echt van: fuck, dude. Ja, ga jij maar naar je werk in je stomme pakkie. Mooi. Doe hard je best, want ik wil dat jij een promotie gaat halen. Zo, jij hebt wat naar binnen gesmikkeld. Jij ook naar je werk, want ik wil ook dat jij een promotie gaat halen. Weet je wat? Ik laat mijn karakter wel even je sporten voordat ik echt zo'n fucking vieze, dikke bui krijg. Map hem lek, jongen. Map hem. Map hem. Je mag hem best mappen. Mooi. Zo sterk ben ik inderdaad. Hey, summer holiday. Frans, doe jij eens je ding. Om die zomervakantie gewoon een beetje mee te flirten, whatever. Maar Frans? Frans is de Genghis Khan, hè? Oh, dit is weer de missie kiezen van Joost. Oké, okay, we doen nu wel waar veel op het spel staat. Het team levert goed werk en weet allerlei nuttige gegevens voor Joost te verzamelen. Het team beschrijft nieuwe planten en diersoorten, ontcijfert een nieuwe buitenaardse taal en ontdekt bruikbaar water op een buitenaardse planeet. Revolutionaire shit en prestatiegroei? Klein. Goed man. Daar doe je het voor. Het is niet alsof je gewoon de hele toekomst voor de mensheid hebt veranderd. Nee... Ja! Het is zover! Het is eindelijk fucking zover! Een tak voor Jos dagelijks... HD, selecteren e-sports gamer of een start-up ondernemer. Sowieso e-sports deelnemer. Fuck yes! Oh my god, en je hebt een stapel cd's gekregen? What the fuck? Ik druk op het verkeerde knopje, dat gebeurt wel eens vaker. Oh, ho ho ho, ho, ho. Oké, okay, waar zullen we die neerzetten? Fuck yes. Wat voor cd'tjes zijn het? Het zijn gewoon cd'tjes. Cool. Dit vind ik echt zo awesome. Dit, nu heb ik eindelijk gewoon met één persoon in ieder geval het punt bereikt. Gewoon wat ik eigenlijk altijd al wilde bereiken. Dagtaak gamen. Nog niet begonnen. Je fucking dagtaak is ook gewoon echt alleen maar gamen. Dat is fucking briljant. Oké, okay, Frans. Genghis Khan praktijken. Je weet hoe het gaat. Schmit. Ik bedoel, ze voelt zich flirterig. Frans oh, heeft het ontblote ja, dat borstje wel. natuurlijk. Valt niet mee dat te sollen. Eh, uh, Milan. 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 Oké, okay, man. Wow, what the fuck, dude. Hoe? Gewoon opeens de fucking uitgeteleporteerd. What the shit. Wat? Nee. Josje kan nu ook livestreamen? Fuck, dude. Ja, tuurlijk. Go. Ook gewoon echt hier. Zorg dat je goed kunt gamen. Vind wat fans. Verdien geld. Yo, dat is zo so cool. Serieus, ga livestreamen. Dat is zo so awesome. Eerste kus. Doe het. Fucking Frans. kus er op de muil. Op haar muil. Oh my god, ze doet het ook nog. <laughs> Frans, echt jongens. What the fuck. Waarom? Ik kreeg elke keer 1 dollar. Oh, dat is natuurlijk vanwege yours. Die krijgt 1 dollar donaties. Het geld stroomt binnen. Euroknallers bij de Mac. Oké, okay, zomervakantie is er. Er valt nog geen Oja te doen. Zorg, ik wil. Ik ga ervoor zorgen dat dat Ojaatje er komt hoor. Ja, oké, okay, dat is een. Oh ja. Maar eigenlijk nog een kindje proberen te maken. Die wil ik ze. Ja, kindje proberen te maken. Go, 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 go. Genghis Khan, Genghis Khan. is al op weg. Het is de hoogste tijd. Bedankt voor je gezelschap en tot de volgende keer. Fuck, dude. Jij zit er echt <laughs> gewoon van. Yup. That just happened. Yes, eindelijk. Matty is gepromoveerd naar aanvoerder van het dansteam. What the fuck. Ben jij zo breed of is het gewoon schoudervullingen of zo? En ik vind het eigenlijk wel genoeg. Ik wil jou bedanken voor het kijken. Vond je dit een leuke video? Dan mag je dat belonen met een duimpje omhoog. En dan zie ik je graag terug bij de volgende Sims-aflevering. Elke dinsdag en zaterdag om 7 uur s avonds komt er een nieuwe aflevering. Dus graag. Tot de volgende keer. Doei. doei.